mij passen verhalen prima in het onderwijs. Voor mij zijn verhalen eigenlijk de oudste vorm van onderwijs die er is. De meester die vertelde en de leerling die luisterde. Maar dat wil niet zeggen dat we het altijd diezelfde ouderwetse manier hoeven te doen. Nee hoor, je kunt verhalen namelijk op heel veel verschillende manieren inzetten. De eerste keer dat ik heel bewust gewoon als docent daarmee geconfronteerd werd, is het had te maken met dat sommige vragen of onderwerpen op zich zo eenvoudig lijken. Totdat je als docent het moet uitleggen of moet toelichten. Dan blijkt dat soms dat het zo ontzettend gecompliceerd kan zijn. Ik kan me nog een keer herinneren dat ik zelf een keer een vraag voor de docent had, waarvan ik echt oprecht dacht dat het relatief eenvoudig was. En ik weet nog goed hoe hij reageerde, alleen maar naar me keek, zo met een beetje schuin hoofd. En zei, ja, ik kan natuurlijk een hele les besteden aan het beantwoorden van deze vraag. Ik kan zelfs een heel college geven met allerlei verschillende theorieën. En kan er alles en nog wat bij halen. En misschien dat je het daarna begrijpt. Maar wat ik ook kan doen, is een eenvoudig verhaal te vertellen. Rond de 2 minuten. En volgens mij begrijp je het dan. Uiteraard was het voor mij het allereerste verrassende dat het daadwerkelijk ook zo werkte. En de tweede was dat ik het ook een prachtig verhaal vond. En dat ik het zelf als docent ben gaan gebruiken. In de loop van de jaren. Dat ik het op verschillende manieren ben gaan gebruiken. Ik vertel het zelfs tegenwoordig nog regelmatig in het theater. Als onderdeel van een show. Maar het belangrijkste is. Wat ik ontdekte is dat je datzelfde verhaal. Niet alleen voor de vraag die ik toen ook ooit had kon gebruiken om het duidelijk te maken. Nee. Je kon het ook gebruiken voor andere vragen en andere onderwerpen. Het is alleen wel een voorwaarde. Je moet wel kunnen gaan spelen met het verhaal. Sterker nog, je moet het beginnen met het ondergeschikt maken aan het didactisch doel dat jij hebt voor jouw les. En als je dat weet en daaraan kunt vasthouden, dan kun je gaan spelen. Spelen met inhoud, spelen met vorm, spelen met accenten in het verhaal. Het hoeft ook helemaal geen sprookje te zijn. Het hoeft ook helemaal niet een bestaande saga of legende te zijn. Het kan rustig ook uit een boek of een verhaal van horen zeggen. Of iets wat je zelf hebt meegemaakt, een anekdote. Weet je, het hoeft niet eens waar te zijn. Het mooie van het verhaal gebruiken in het onderwijs is dat je het gebruikt als ondersteuning van je didactisch doel. Het kan uiteraard kennis zijn. Het kan zijn inzicht vergaren, vaardigheden of alle mogelijke andere manieren. Je kunt het gebruiken. Als je het daarop afstemt, dan kun je het met het verhaal gaan spelen. Het boeiende wel van, ook van mijn eerste ervaring van die docenten die mij dat korte verhaal ging vertellen, is natuurlijk wel, wat gebeurt er bij jou? Ik zat toen juist in de positie van de student, van de ontvanger. Nee. Wat het boeiende is, als je daarover nadenkt, wat het boeiende is van dat eerste ervaring van de docent die mij dat verhaal vertelde, is dat ik op dat moment ook even in de positie zat van de ontvanger. Ik kon me even verplaatsen wat het betekent als ik zelf als docent in een les een verhaal vertel, wat het betekent voor de student. En als het een mooi verhaal is, en het is mooi verteld, en je kunt aanhaken, maar het iets in het verhaal wat jou raakt, wat het zo boeiend maakt, dan raak je dus op het flow. En dus ook met trance. En als het verhaal ook nog is, waar ik echt heel erg in geloof, dat het ook nog schurend is, noem het maar disruptief, dan word je eigenlijk ook gedwongen om het gebaande pad van je eigen gedachten te verlaten en in het onbekende land wat je nog niet weet of niet kunt, gaat experimenteren. Waarschijnlijk ga je naar binnen en ga je op zoek. Ja, maar wat bedoelt u daarmee? Wat moet ik hiermee? Dat is het mooie van een verhaal. Maak je nieuwsgierig, dwing je pad, gebaande pad te verlaten en gaat op onderzoek uit. Aan nieuwe inzichten, nieuwe kennis, nieuwe verbanden en noem maar op. Het wil nog niet zeggen dat je als docent het perfecte verhaal vertellen moet zijn. Absoluut niet. Je kunt het verhaal namelijk, zolang je het maar als ondersteuning van je didactisch doelgebruik, ook anders inzetten. Je kunt natuurlijk de student in zijn flow laten en zorgen dat hij intern op onderzoek gaat. Maar je kunt nog meer schurend, nog disruptiever kunnen zijn. En dat is om steeds door de interactie met hem op te zoeken. En het maakt mij niet eens uit van welke kant het precies uitgaat, maar de interactie op te zoeken. En in de interactie nog ietsje verder van het pad afduwen.
krijg je prachtig interactieve verhalen. Maar het wordt ook een interactief leerproces. Je kunt bijvoorbeeld, het is toch niet zo moeilijk om gewoon ergens midden in het verhaal te stoppen en alleen maar te vragen, wat zou jij doen? Of hoe zou dit, wat betekent dit element in het verhaal voor jou? Of kom eens met een alternatief. Als je iets zou willen veranderen, wat zou je dan kunnen veranderen? Of wat zou dit verhaal, of dit element in het verhaal, of deze episode, kunnen betekenen in relatie tot het vakgebied waar we mee bezig zijn? Kortom, verhalen kun je heel veel verschillend gebruiken in onderwijs. Ik doe het nu al, denk ik, schat ik, een kleine 25 tot 30 jaar. En ik blijf het doen. En ik blijf erin leren. En ik blijf er steeds nieuwe manieren vinden om het toe te passen.